Hoi allemaal, ik ben Ilse en ik ben 13 jaar. En ik zit hier bij Tim Kondorf Producties al bijna 3 jaar op toneelles. En ik vind het heel erg leuk om te doen. Vooral omdat ik mijn talent daar echt heel erg in heb gevonden. Hi! We krijgen nu een gastles van Robin de Boise. Oké, hoe spreek je het uit? Boise Fain. We krijgen dus een gastles van Robin, die jullie misschien wel krijgen. Die jullie misschien wel kennen uit de film Spijt, waarin hij David speelde. En we gaan nu beginnen met een spelletje om een beetje warm te draaien. Ik haat vlogs. We hebben nu een normale les van Joji. Ik ga repeteren. Ja, we gaan inderdaad repeteren voor de eindshow. En de eindshow, dat speelt zich af in een flat met allemaal gekke typetjes. De bel, licht, stop, fiets, bel. We gaan nu kijken naar Morgen Weer een Dag. Dat is een soapscène dat ook in het stuk verwerkt zit. En het is dus zeg maar een hele overdreven scène. Ik dacht dat ik dood was. Maar je bent niet dood. Hoe kan dat? Ik denk door mijn kogelvrij vest. Je kogelvrij vest? Ja. Really? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Nou, dat is ongeveer hoe onze lessen eruit zien. Dit is natuurlijk gewoon de repetitie, een soort van generale repetitie. Normaal doen we ook veel meer met improvisatie en ook andere leuke kleine opdrachten. Ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen zien en dat het een beetje duidelijk was. En jullie kunnen tickets kopen op www.timkoldenhof.nl voor de show op 19 juni, als ik me niet vergis. Jullie kunnen gewoon kijken. Onze voorstelling heet The Flat. Dus als je het leuk vindt, kan je natuurlijk zeker kijken. Doei!